Hoe is het om hier zoveel jaren te staan? Nog altijd even spannend. Ik denk dat alle artiesten wel een beetje zenuwen hebben, vooral bij de eerste. Maar het geeft altijd een fantastisch gevoel, zodat je op podium bent. En er juichen 8.000 of 12.000, het hangt er vanaf hoe de zitting is. Als die mensen allemaal meezingen en meebrullen, dat is een fantastisch gevoel. En en soms denk je van, nu heb ik het gehad, maar het is verslavend, denk ik. Hoe is volgens jou dit succes van dit evenement te beschrijven, te verklaren? Wel, er wordt weinig op tv gegeven. En de mensen willen toch die Vlaamse liedjes, hoe je draait of keert, willen ze die blijven horen. En daarom komen heel veel mensen afgezakt naar die van over heel Vlaanderen, om toch nog eens te genieten van die liedjes. Ik denk dat dat een deel van het geheim is, ja. Oké, en dan nog een laatste vraag. Het komende jaar, wat staat er voor jou allemaal op de planning? Het komende jaar, dit jaar dus, wat staat er allemaal? Ja, heel veel optredens, het is een heel goed jaar. Ik heb al theater gespeeld in januari, de Soundmix Show, dus dat is al voorbij. En vanaf het najaar ga ik met Luc ga ik de theaters in en gaan we een two-man show brengen met veel vertellen, met zingen natuurlijk. En daar kijk ik heel erg naar uit, omdat dat toch terug eens iets anders is en... Ik probeer ondertussen naast iets anders te doen of dat ik eigenlijk gewoon ben van het zingen. Ik vind het leuk, het theater dat ik nu gedaan heb begin dit jaar was een hele leuke ervaring om te acteren. Omdat dat ook een beetje mijn opleiding is geweest en ik heb het nooit kunnen doen, dus dat was de eerste keer. En nu in het theater staan, zo'n tournee en theaters maken, heb ik eigenlijk ook nog nooit gedaan. Dus dat is voor mij dan ook weer iets nieuws. Dus, de titelen van de mensen die willen komen kijken, vanaf midden september gaan we over heel Vlaanderen. En het heet Luc en Bart Intiem.